leuk dat jullie kijken naar deze zat, waar de gast ineens al voordat het intro is geweest naar boven komt. Leuk dat je kijkt. Satisfying Saturday. Vandaag hebben we een speciale gast en het is... Enzo Knol, leuk dat je er bent. Hallo. We hebben al een paar weken terug samen een video opgenomen. Was geen zat of unsen, dus bij deze is die voor het eerst in een zat of unsen. Enzo, je hebt wat op te biechten. Er is zielige muziek aanwezig en regen. Je hebt nog nooit zat gekeken. Nee, ik heb nog nooit zat of unsen gekeken. Nee, jij... Nou, heb jij ooit een vlog van mij gekeken? Ja, meerdere. Elke keer als ik die sok de poes in de thumbnail zie, dan toch, heb je me elke keer, hoor. Goed om te weten, Okay. Dus ik zal je uitleggen wat we gaan doen. Kijkers sturen plaatjes en beelden naar mij die satisfying zijn. Wij gaan erop reageren. Ja, tuurlijk. Dat is het eigenlijk. Nou, super. Nou, wil je beginnen? Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Moet je wel... Doe even een reacting. Wow! Dat is echt zo kut om naar te kijken, maar het is zo grappig. Oké. Okay. Oh, sorry. Dat is unsun. Hey mam, ik ben heel even... Unsun, of was het... Zat. Oh, zat. Ik ben zat aan het opnemen met Jeremy. Kan ik later terugbellen? Oh, nog één vraagje. Huh? Heb jij ooit zat van Jeremy gekeken? Nee. Oké, ik ook niet. Oké, is goed. Doeg, mam. Doei. Ja, zie je mijn moeder ook niet. Dus het ligt niet aan mij, denk ik. Ik ga ergens in de volgende weken ga ik je moeder uitnodigen voor deze serie. Als je dat doet, ze komt. Ik weet het zeker. Fucking grappig. Oké. Dit is TikTok art. Ik had vorige keer gevraagd, want ze gingen TikTokjes sorteren op kleur. En toen zei ik, maak er dan meteen wat moois van. Dus nu hebben ze wat moois gemaakt. Oh, maar dit is gewoon echt van je kijkers? Ja, dat is vet. Ze hebben echt mijn kijkers allemaal gedaan, ja. Ja, dan moet ik even zeggen dat ik het heel mooi vind. Ja, dit hebben mijn kijkers echt allemaal gedaan. Jouw kijkers zijn creatief. Ja. Wow. Zo! Ik heb als ik dit dan weer zie, hè, meteen zin in die sneeuw. Echt. En als ik dan buiten kom, meteen geen zin meer in. Ik heb dit ook een keer beneden geprobeerd. Ging de hele tijd draaien. Oh, zo. Nee, maar dit is goed. Ja, dit wordt kijk dit dadelijk, hè. Gaat hij eraf en dan... Of het is niet bijzonder, maar denk het wel, hoor. Jawel. Komt-ie, kijk. Die binnenkant wordt... De reactie, komt-ie. Een reacting komt eraan, hoor. Oh, het is wow! Het is toch een oprechte ook, joh. Wow. Maar wat is het? Een karper. Ja, maar waarvoor is het? Snoep. Is het snoep? Ja, dit hou is... Hou op. Kauwgum. Oh mijn god. Nee, toch. Hou op. Van dat harde snoep. En hij duurt... Nee, het is een bordje of zo. Bord. Ze gaan het in de oven doen en dan wordt het een bordje. Ja, maar ik eet mijn bord ook altijd op. Ze zeggen, eet je bord op. Huh? Nou, dat boeit je niet. Oh. Ik gaf zo'n goede reactie. We reageren niet altijd op alles. Hoi Jeremy, ik was in de laatste unsun video dat ik door de boter kapot maakte. En hier is iets zat. Oh, je arme moeder. Oh, jouw moeder heeft daar gewoon voor betaald, hè? Oh, wat ben jij echt een verschrikkelijk persoon. Oké, wat heeft die gestuurd? Vorige keer, die was echt heel unsun, dus ik hoop dat dit heel zat is. Oh, het gaat er... Helemaal goed af. Ook zonder randjes, hè? Dit is fijn. En hij vouwt hem even op. En nog even een keertje op. Maar wat gaat hij nu doen dan? Nou, weet ik niet. Hij greep hem mis. Ja, hij greep hem mis. Dat heb je ook altijd bij van die unboxing video's. Dat iemand aan het filmen is en dan krijg je dat pakketje niet open. Klopt, omdat je camera aan je andere hand hebt. Maar heb jij gezien dat Milan en ik voor jou een Insta hadden gemaakt? Ja, ik heb hem gezien. Ik had hem gerepost. Oh, die was leuk, hè? Ja, die was heel unsun. Maar dat is niet voor deze serie. Oh, nee, dit is zat. Oh, shit. Wat kan deze man? Oké. Dit is, ik moet van een vader ergens uit Groningen zeggen dat je niet met vuur mag spelen. Maar dit is wel cool. Dit is heel sick. Hier heb je echt volledig niks aan in je leven. Oh! Oké. Gang. Yeah. Oh ja, de TikTok art. Maar waarom doe ik dit ook eigenlijk? Dit is helemaal niet gesponsord. Blur het gewoon het hele plaatje. Dat is niet de bedoeling. Hier nog één. Blur hem volledig. Ik wil geld. Ja, dit is altijd top. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar gewoon... Wow, is dit hoe een golf werkt? Nou, dit zijn twee golven die... Nou, maar dit is... Wow, ik heb dit nog nooit gezien. Nu wil ik leren surfen. Kan je surfen? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Jij? Ik wil wel leren surfen. Dan gaan wij leren surfen. Ik wil het surfen. Surfen op golven van 15 meter hoog. Hier. Oh, dat is een filmpje. Oh mijn god. Nou, ga jij maar leren ik surfen. Ik wil niet meer surfen. Succes! Dit is absurd. Ah, 15 meter. Daar gaat hij. Nee, hij leeft. Zo!
Mijn god, hé. En hij doet het nog! Oké, voordat Telegraaf ons haat, we gaan verder met Zat. Wat hebben we hier? Zo vet. Oh, dit is Satisfying Scent. Oh, dan moet je even de koptelefoon opdoen. Dat is top, joh. Ja, even luisteren. Oh, is dat super? Ja, dat is echt top. Hij staat er op zijn hart. Ik hoor niks. Zit er dan... Ik hoor het dus... Gast, dat is niet lekker. Hoezo niet? Nee. Hou je daar niet van? Moet je horen als je snijdt. Ja, ik weet het. Nee, maar snijd. Ja, ik weet het. Je moet teruggaan. Ik heb al heel veel van dit soort video's. Nee, maar kijk hier. Ja, ik vind het wel top hoor. Nee, ik niet. Oké, nou dan moeten we geen Satisfying Scent kijken met Enzo. Dan weten we dat ook weer. Oké, wat is dit? Een motor, een sticky note en Satisfying Doodle. Dit is sick. Wow! Je kan dan alleen maar in cirkeltjes dingen maken. Je ziet dat papiertje amper meer. Oh, dat Satisfying Scent gaat gewoon door op de achtergrond. Ik dacht al, wat zijn die geluiden raar erbij. Hey, duimpie! Heb je al een duimpie gedaan? Hoor je al bij de Jer Army? Want we moeten dit jaar, jongens en meisjes, moeten we nog de 700.000 halen. En we moeten nog 19.000. Oh, maar dat ga je wel redden. We hebben nog een maandje. Ja, nu, hierdoor mis jij gewoon Minecraft, hè, door dit soort dingen. Dit is wel fijn hoor. Maar hij heeft dit gereversed. Wow. Kijk wat hij ook allemaal qua pogingen hiernaast heeft gemaakt. Like! Like de video! Like! Ja, wat een top ding. Ik dacht, deze ga ik niet gebruiken. En toen hij de like zag, ja. Ja, wel. De bevroren bubbeltjes. Oh, gast. Je hebt ook een YouTube kanaal uit Noorwegen of Zweden of Finland. Wat ziek dit. Ergens in Scandinavië. En die uploadt hele chille, relaxing geluiden van ijs. Wat kraakt. Ja, en dat is best wel top. Zal ik het je even laten horen? Ja, want dit vind ik geweldig. Oh, wacht. Je moeder is thuis. Ja. Hoi, mam. Is je moeder niet thuis? Oh, doe maar even alsof je de moeder bent van Jeremy, ja? Dan zeg ik hoi, mam. Zeg je hallo? Ja? Hoi, mam! Hoi. Mijn god, hé. Oké, zet eens op. Oh ja, ja. Hoor je iets? Ik hoor wind. Ik zie je zo geconcentreerd kijken. Het is mooi. Het is heel mooi, maar... Ik hoor een dus beetje... jij zou het afkijken? Ik zou dit zo op een hele rare avond kunnen kijken, ja. Ik heb dat sowieso op avonden, dat ik ineens denk van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat zit ik nou allemaal te kijken? Ja, ik kan beter gewoon editen of zo. Ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Dat quoteje, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dat heb ik ook zo vaak in mijn leven gehad. Dus dat moet je eigenlijk gewoon... Dat is het mijn levensmotto. Die moet je gewoon in je Instagram bio zetten. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? We op weten een tegeltje. Het allemaal niet, ja. Een ring over een ring... Wat is dit? Dit is top! Oh, hier kan ik heel lekker op gaan. Laten we dit kijken. Oh, dat zou boven langs gaan. Ja, dit is heerlijk. Oh, en dit ook. Het glaasje. Ja, super. Ja. Heb je een glashouder? Kijk. Nee! Precies! Nee! Genieten dit. Het geld daarin. Nou, dit snap nou, ik niet. Nou, dat is top. Dit, ja hoor. Oh. Dat is top. Als je nou een mok van hem hebt en dat past precies in één kastje, dan moet je dat even doorsturen. Oh, dit is ook lekker. Maar daarvoor is het wel... dat hoekje ook. Dat is wel echt extra, ja. Ja, dat was extra. Ik weet niet of dit zo chill is. Hoe? Dat ze in zo'n airplane ziet. Ja, maar dit is dan top, hè? Dan kan je hem precies onder je kastje schuiven. Dat is echt gewoon meant to be. Papier. Dit is zelf gemaakt. Het is gewoon origami, dit. Hoe lang is hij hiermee bezig geweest? Ik had laatst in de avond had niks te doen. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Hoe doe je nou origami? Dus toen zat ik filmen. Ik ben ook geabonneerd nu op een kanaal. Die maakt van die basic origami dingen. Dus wil je wat proberen te maken? Ja, ik moet gewoon zo lachen van... Eerst was het... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik had niks te doen. Easy origami turtle. Nou, ja, ziet er heel easy uit. Dit kan ik al niet. Jawel, kom. We gaan deze tutorial volgen. We hebben één vierkant blaadje. Nou, gaan we dit doen? Kijk eens, ik heb hier een vierkant blaadje. Ik haat knutselen, weet je dat? Nou, dit is ook geen knutselen. Dit is origami. Wij doen deze mee met de origami tutorial. We hebben ons vierkante blaadje. Wat? Ja, hoe je die muis weer terugpakte en toen daarna weer weglegde. Oké, we gaan kijken, ja? Oké, we hebben een blaadje. Ja, die is wel iets groter, maar dat maakt niet uit. Vierkant is vierkant. Dus we slaan hem naar de andere hoek. Dit is nog makkelijk, hè? Even recht. Je moet altijd dit even doen. Je moet wel die strakke hoeken inderdaad maken. En dan de andere hoek. Nou, dit is makkelijk. Ja, daar staat ook easy in de titel.
En nu hebben we dit. Oké. Okay. Super easy. En nu gaan we in het midden. Deed je dat nou? Oh, vouwen we hem nu gewoon. Oh, in zo. Zo. We zijn de basic lines aan het maken, zodat we later geen problemen meer hebben. Oké, okay, we hebben nu dit. We moeten hem zeker ook nog de andere kant op doen. Ja. Oh ja, tuurlijk. Het gaat wel op een tempo, dus je het kan volgen. Ja, precies. Dat vind ik top. Heel vaak met tutorials moet ik pauzeren elke keer. Ja, dat is stom. Perfect. Dit is goed. En dan vouwen we deze hoek naar het midden. Oh, we hebben dadelijk een lekkere turtle, joh. Vouwt hij hem zo. En dan nog eentje. Oh, ze moeten allemaal naar het midden. Dan wordt er straks aan mij gevraagd, wat heb je gedaan vandaag? Ze origami met Jeremy is zat. Is dat erg dan? Oh, wat doet hij nou? Oh, 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 hij heeft hem andersom gedaan. Ja, ja, en dan ja. Die moet... Ja, ik heb hem nog. Deze hoor. Moet dan naar buiten. Oh, wat kan hij goed vouwen, die? Ja, die... Het zijn wel echt strak. Oh, wacht even. Oh, oh, dit is... Wacht even. Oh, wacht even, dit gaat te snel. Ik heb hem. Nee, ik snap ik het Ik heb niet. Hem. Wat deed hij? Ik heb hem. Zo. Ja. Wat doet hij nu? Hij heeft dit nu. En dit hoekie moet goed... zo zijn. Oké, dan vouwt hij hem weer terug. Of niet? Wel of niet? Niet zo onduidelijk doen nu. Andere hoek ook. Andere kant op. En dan weer terug. Huh? Oh, wacht even hoor. Huh? Wacht even, hou even op. Wat deed die? Wat, nu moet je hem even terug doen. Ja. Okay, wacht even. Volgens mij ging zo. Hij fout hem naar binnen. En dan heb je dit. Wacht even, Enzo, je doet het... Wat doe je nou? Wat is dit? Hij deed zo. Nee, nu zit waarom je... zit hij bij jou zo kut? Nee, jij zit die voor mij te verpesten. Doe eens even terug. Hier. Hij deed zo. Hier, zo. En dan terug. En dan doet hij weer terug. En dan fout hij die twee linkerkanten naar elkaar toe. En dan deze plat. Ja, maar hoezo kan dat niet bij jou? Dat kan niet bij mij. Waarom is dat bij jou anders? Huh? Ja, ik ga door hoor. Ik wil dat schilpadje. Kijk. Ik ben gewoon bij. Hè? Je hebt hem niet goed gevouwd. Maar daarom vind ik dit niet leuk. Oh mijn god. Hier ga je dit lekker op, hè? Dit is echt top, joh. Maar het wordt sowieso dadelijk echt ontzettend moeilijk. Zeggen ze easy. Ja, heb je opgegeven? Ja, ik kom niet verder dan dat. Oh, jawel, ik heb hem. Heb je hem? Ja. Ja, je hebt hem inderdaad. Ja, maar nu ben ik het al helemaal kwijt. Ja, dat is zeker waar. Ja. Je hebt hem nog gewoon. Kijk, ik heb hem. Hij is af. Gast, wat heb je gedaan? Dit is de schildpad. Dit is hem. Kijk, ik heb hem. Dit is de schildpad. Dit is de schild. En dit is de pad. En die van jou, een soort bloemetje. Dat lijkt er. Nou, ik denk dat wel weer genoeg gezatzat was, of niet? Ja, als jij het zegt, jouw ja. Video, hè? Ja, het is mijn video, dat klopt zeker. Nou, ik weet niet of het genoeg zatzat was. Moeten we even aan de editor. Editor, was het genoeg zatzat, of niet? Voor 10 minuten dan. Zullen we nog even één kijken? Nog één. Kwast in bekertje verf. Ja, nee, hier ging ik vroeger ook wel goed op. Ja, dat is wel lekker, ja. Nou, dat is wel heel kort. Je mocht het wel langer maken dan 4 seconden. Echt. Doe even. Oh, weet je wat ook zatzat is? Oh, ja, hier. Hey. Hier, zo. Kijk eens. Nou. Nee! Nee! Mijn squishy! Nee! Dankjewel voor het kijken naar Zatzat. Ik hoop dat je het leuk vond. Enzo, die moet heel snel weg. Stop. Ik heb honger. Nee, stop. Stop. We zijn al onderweg naar Unsen. Ik zie je morgen. Klik op de ding hiernaast.